Hallo allemaal, ik ben Natasha. Ik ben net heel erg lang in de zon gaan zitten. Niet zo wat te zien, ik kan wel verbrand op mijn plaatsen. Mijn bleke lichaam moet nog wat wennen aan de warme zon. Maar dat komt wel goed. Ik was dus in de zon gaan liggen. En ik deed mijn ogen dicht. En voor mijn gesloten oogleden zag ik eerst een heel erg donkerrode kleur verschijnen. En kort daarna zag ik een heel erg lichtblauwe, lichtgroene kleur voor mijn gesloten oogleden. Ja, dat was heel erg bijzonder en heel erg speciaal en leuk om te zien. Daarna ben ik dus een wandeling gaan maken door de bossen. Van de zon genieten, genieten van de natuur, van de vogels die fluiten. En ik kwam voorbij een plaats waar er een aantal paarden stonden. En de paarden die kwamen allemaal naar mij toegelopen. Er was zelfs eentje die mij volgde langs de weg. Terwijl ik aan het wandelen was. Ik ben een echte dierenvriend, dus ik vond het wel leuk om zo contact met de paarden te maken. Dan ben ik nog wel verder gewandeld, de bossen in. Ik heb dan contact gemaakt met de natuur onder mij heen. Ik heb ze bedankt dat zij er zijn, dat zij bestaan. Ik heb ze bedankt dat ik verbinding met hun mag maken. Dus ja, het is echt wel een hele fijne dag. Ik merk ook aan mezelf dat het ook steeds beter en beter met mij gaat. Dus daar ben ik ook al heel erg dankbaar en blij voor. Dus ik denk dat er nog wel heel leuke vooruitzichten voor mij zijn. En ja, dit wil ik nog even graag aan jullie delen. Omdat het ook wel een heel fijn nieuws is. Blijdschap mag altijd wel gedeeld worden, denk ik dan. Dus ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond. En heel veel liefs van mij.